met my old lover on the street last night. She seemed so glad to see me, I just smiled. In het tweede jaar van de opleiding zit een heel mooi 10 weken durend blokje. Dat helemaal gaat over een lied dat je zelf performt, uitvoert in de studio. Dus we werken toe naar een studio-opname. And now I sit by my window. We hebben er dit jaar voor gekozen om ook een poplezing over songwriters te houden. Want we hebben daar ongetwijfeld een voorstelling van wat nou precies een singer-songwriter is. Maar wellicht moeten we even terug naar het historisch besef van singer-songwriter. I'm not the kind of man. Het is ook een beetje durven bij de studio om daar te gaan op te gaan nemen. Dat moet je ook maar gewoon even doen. Er staat best wel veel spanning op dat moment. En op zich in de klas staan zorgt natuurlijk ook voor veel spanning. En je moet er ook altijd 100% zijn, weet je wel. Je hebt de verantwoordelijkheid dat je nummers die je gaat doen met de kinderen, die moet jij ook 100% kennen en met zekerheid. En misschien ook als je terug hoort. Ja. De dingen waar je bijvoorbeeld echt volume gaat maken, daar merk je dat de controle net iets minder is. En daar zou je denk ik heel veel kunnen winnen. Woody Guthrie. Dat is een naam die je gewoon moet onthouden op het moment dat het gaat over die eerste folkmuziek. Het is nog geen singer-songwriter, hè, mensen. Daar praten we absoluut nog niet over. Hè? Woody Guthrie was geen singer-songwriter. Ja, misschien in een later perspectief kunnen we wel zeggen van ja, hij schreef songs en hij voerde ze zelf uit. Dit vind ik bijvoorbeeld veel mooier als het begin wat je doet. Want hier raak je iets. Hier heb je echt zoiets van, hier komt de emotie mee. Op een gegeven moment zijn die Guthrie en die Leadbelly naar een stad gegaan en daar krijg je natuurlijk een verandering van omgeving en dus een verandering van songs. We gaan hem nog een keer doen. We doen een totale versie. Er zijn sinds de jaren 60 ontelbaar veel songwriters de revue gepasseerd. Wat kan je bekoren en wat niet? Daar gaan we. Ik zet gewoon wat aan en je mag opstaan en roepen en juichen als je het weet. Still crazy after all these years. Het toffe van Jop was dat hij de tips en ideeën en die kritiek heel nauw volgde. En dat komt ook omdat hij een vaardige gitarist is. En hij kon heel mooi elke keer laten zien van, hey, kijk, ik ben nu bezig geweest met sound. Of ik ben nu bezig geweest met vorm. Of ik ben nu bezig geweest met de opbouw van dit nummer. En uiteindelijk ging ik naar de studio en dat beviel. Ik was heel ontspannen, vond ik in de studio. Fijne geluidsman. En gewoon, gewoon lekker rustig, gewoon de tijd nemen daarvoor. Dus dat ging, ik was heel tevreden eigenlijk. Als basisversie heb je een hele goede track op, keurig. Dankjewel.